we staan vandaag bij Herman Jansen. Hier wordt Bobby's Dry Gin gemaakt. Vertel daar eens wat meer over. Ja, het is een recept van mijn opa. Dat is ook naar hem vernoemd. We zijn vorig jaar februari begonnen. Voor die tijd heb ik ongeveer 2 jaar aangewerkt met mijn compagnons en met Herman Jansen. En nu iets meer dan 1,5 jaar op de markt. En is het nog groot succes? Ja, het is. Ik denk dat we het een groot succes mogen noemen. We zijn net uitgeroepen tot Nederlands beste gin volgens een programma op de VARA. En we verkopen nu Bobby's in 14 landen. Dus het gaat best goed. Want jullie hadden 8,4 volgens mij voor jullie gin. Ja, dat klopt inderdaad. Ja. Er zijn 8 Nederlandse gins getest. En daar kwamen mensen eerst uit de bus met een hoog cijfer. Heel tof. En wat waren de op- en aanmerkingen aan jullie gin? Kritiek was eigenlijk dat het een explosie van smaken was, zeg maar. En volgens mij komt dat redelijk overeen met wat we geprobeerd hebben te maken. Dus ja, goede kritiek. En wat voor smaken zitten er zoal in? Het meest dominante is eigenlijk de citroengras, en de krijtnagel en de peper. En er zitten nog 5 andere smaken in. Maar vooral die 3 zijn eigenlijk het meest dominante. En wat is nu het gevolg van? Jullie zijn als nummer 1 uitgeroepen, de beste van Nederland. En wat is daar dan het gevolg van? Merk je daar iets van? Nou ja, je merkt er wel wat van. Gelijk eigenlijk. Maar wat ik zei voor dit, weet je, we verkopen het over de hele wereld. Dus het ging best wel goed al, zeg maar. Alleen het is gewoon een mooie kroon op je werk, als ik het zo mag noemen. Gaan jullie nog meer soorten maken of blijft het bij deze ene? We zijn wel met wat nieuwe producten bezig. Dus wellicht dat we nog iets anders gaan doen.